Vandaag ontmoet ik een van de beste chefkoks van Nederland. Je kent haar misschien niet, want het restaurant waar ze kookt ligt in Zuid-Afrika. Inderdaad, het is een vrouw, de beste vrouwelijke chefkok van de wereld. Margot Jansen, in het restaurant Le Quartier Français in Franschhoek. Franschhoek staat bekend om de vele wijngaarden. In het dorpje zelf zijn verschillende van Zuid-Afrika's beste restaurants gevestigd. Het dorpje is een toeristische attractie en wordt vaak samen met Stellenbosch vanuit de metropool Kaapstad aangedaan. Dit is Margot's restaurant. Margot Jansen is 37 jaar en autodidact. Ze staat voor de derde keer op rij op de prestigieuze lijst van de beste 50 restaurants ter wereld. Het levensverhaal van Margot klinkt als een sprookje. Op jonge leeftijd trok ze met haar rugzak de wereld in en bleef uiteindelijk steken in Zuid-Afrika. Ik hoor vaak over die magie van koken. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Ja, dat weet je denk ik alleen als het echt een passie is. Ja, dat is mijn passie. Dus mijn passie is koken en het eten bereiden. En het leukste is om naar de markt te gaan en naar mooie dingen te zien. En als je ziet, denk ik, oh, dat je daarmee wil koken. Ik heb geen kookcursus gedaan. Ik ben direct de keuken ingerold. Dus er zijn allemaal verschillende manieren om te leren. En ik vond het vanaf de eerste dag helemaal geweldig. En het is zwaar en je stinkt en je voeten doen pijn. En ik moest 20 kilo octopus schoonmaken. En ik vond het alleen maar geweldig. En natuurlijk is niet elke minuut van elke dag prachtig. En het is een zwaar beroep. Maar ik word er heel blij van. Ze ontmoet de topkok Ciro Molinari en in zijn keuken raakte ze besmet met het kookvirus. Al snel werd ze gevraagd om te koken in Le Quartier Français in Franschhoek, dat inmiddels was uitgegroeid tot het culinaire Walhalla van Zuid-Afrika. En hoe is dat om als blonde Nederlandse meid in één keer hier als sous-chef te gaan werken? Je moet daar hard voor vechten. Maar ik denk dat Nederlandse daar dan juist bij helpt. Zoals? Nou, ik denk dat wij... Ik denk de opvoeding in Nederland is heel erg dat je zegt hoe je het ziet. Recht door zee, geen onzin. No bullshit. Dat helpt dan. En het doorzettingsvermogen. Dat heb je heel erg nodig op zulke momenten. Hoe komen Nederlanders bij jou hier? Nou ja, men reist natuurlijk wel. Zuid-Afrika is populair. Er is geen jetlag, het is een nachtje vliegen. En er zijn ook veel culinaire wijnreizen. Zoals Exclusive Culinary Travel. En die komen hier dan regelmatig een groep mensen. En die doen echt zo'n culinaire reis. En die ontmoet ik dan. En ik laat ze de keuken zien en we babbelen en een glaasje wijn. En dat maakt het toch dat Nederlandse in Zuid-Afrika. Wat is nou de Margot Jansen stijl van koken? Nou, ik denk dat ik heel erg ik heb een lichtere stijl van koken. Het is niet zwaar. Ik hou niet echt heel erg van de zware sauzen. Zelf vind ik het fantastisch om met groenten en met vis en zulke gerechten te koken. En vooral met Zuid-Afrikaanse ingrediënten. In haar restaurant komen niet alleen Zuid-Afrikaanse vips, zoals Nelson Mandela. Maar ook Sir Elton John prikt hier vaak een vorkje mee. We laten Margot Jansen achter in de keuken, want Zuid-Afrika heeft nog veel meer te bieden op culinair gebied. Als je nou eens een keer echt wat anders wilt doen, dan ga je naar de Waterberg in het Entabeni-reservaat, zo'n 300 kilometer ten noorden van Johannesburg. Je wordt hier in stijl opgehaald, want een helikopter is de enige manier om het enigszins afgelegen restaurant te bereiken. Na een adembenemende vlucht over de prachtige Afrikaanse bush word je bovenop de berg afgezet bij een restaurantje met maar één tafel en bediening, helemaal voor jezelf alleen. Is this a restaurant? Yes. It ain't necessarily so. This is amazing. Dit is nou wat je noemt een tafeltje met uitzicht. The things that you're liable to read in the Bible. It ain't necessarily so.
but oh my. So cheers. Cheers. On this place. Small, but oh my.